Zo. Volgens mij is er verbinding gelegd, Stefan. Ja. Met Peter. In de ether. Yes. We probeerden net even te bellen, al we zeiden al backstage, maar het lukt even niet. Maar Peter heeft daar een hele goede reden voor, zei hij. Peter, goedenavond. Ja, een hele goede avond, jongens. Hoe is het ermee? Ja, met ons heel goed. Wij zijn weer lekker uitgerust thuisgekomen. Ja, stabiel zoals jij stabiel, altijd zegt. Stabiel inderdaad, ja. Ja, alles stabiel daar. Ja, ja alles zeker. Helemaal stabiel hier. Ja, wacht even hoor, ik kom nou net aan bij de benzinepomp. En want ik ga het zo even vertellen. Hey, ja. Vriendelijk bedankt, hè. Dankjewel hoor. Oké, dankjewel. Ja, ik heb... wat heb ik nou, jongens? Ik sta hier nou langs de snelweg. Oh jee. En ik krijg een lekke band. Ja. Kan gebeuren, hè, een lekke band. Ja. En dus ik doe mijn kofferbak open. Wat denk je? Geen reserve. Oh, die heb je al gebruikt. Ja, er zat wel een band in, want ik had hem gekocht, die auto, voor 250 euro. Ja. Wat denk je wat? Ik vraag, er zit er een reservewiel in? Ja, zegt die man, die zit erin. Ja. Nou kijk ik daarin, wat denk je wat erin zit? Nou, de kruiwagenwiel! Dat meen je niet. Ja, nee, serieus. Ja, dit is echt. Nou, je hoort het, de vrachtwagen ziet hier voorbij. Ja. Dus ik sta nu op de. Moet even kijken. Ik sta op de N33, sta ik. Ja. En. Werd je niet achtervolgd door rovers of zo? Nee, helemaal niet. Nee, ik stond te liften net, want ik moest naar een benzinepomp. Ik moet nu toch op een of andere manier regelen dat ik geholpen word. Ja, inderdaad, ja. Als ik een kruiwagen wil, kom ik niet zo ver. Nee, ja. Maar voor alle duidelijkheid, je bent even momenteel, voor wat ons privé reden, ben je even terug in Nederland. En is er een vooruitzicht, ga je nog terug naar Spanje en hoe ging het allemaal daar? En wij hebben elkaar natuurlijk gesproken, maar even voor de luisteraar. Ja, nee, hartstikke goed. Het was natuurlijk een heel naar bericht, want ik zat in Spanje en toen kreeg ik het bericht dat het met mijn vader ontzettend slecht ging. Ja. En daar wil ik dan verder niet al te veel over uitweiden, maar het gaat gewoon niet goed. Dus ik ben direct eigenlijk naar Spanje gereden met Gieneke en we hebben tot 24 uur gereden. En we zijn er nu eigenlijk om een 24 uur zorg te kunnen bieden. Ja. En daarna hopen we dat hij een plekje snel gaat krijgen ergens en dat wij dan terug gaan naar Spanje. Ja, absoluut. Want het werd letterlijk en figuurlijk wat zonniger in Spanje, hè? Nou, het vooruitzicht. Wat zeg je, kan je dat één keer herhalen? Dat het letterlijk en figuurlijk wat zonniger uitzag, ook vooral met name de toekomst in Spanje. Ja. Ja, nou goed, jij je bent daar net aan het werken in Spanje. Ik heb twee banen, Gieneke heeft twee banen. En ja, we zijn er allebei net de tijd aan het werken. Er komt dit tussendoor. Ja. Maar gelukkig hebben we van de werkgevers alle vrijheid gekregen. En ook het begrip van hun om naar Nederland te gaan. Dus ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar we gaan wel weer terug. Dus ik kijk er ook enorm naar uit. Want ik sta hier nu in een t-shirtje. Snelweg, zoals je hoort. Ja. En, het is hier heel koud. Ja, dat sowieso. Daar moest ik inderdaad ook weer even aan wennen. Maar Peter, laten we eerlijk zijn. Het is beter om hier in Nederland een lekker band te krijgen dan halverwege Frankrijk. Of in Spanje. Nou, dat ben ik met je eens. Want als je daar staat, dan mag je nog afwachten of je hulp ooit. Ja, dan ben je inderdaad aan de beurt. Ja. Inderdaad. Ja. Hey, maar nog even wat leuks. Ja. 15 en 16 oktober, dan is er een groot feest in Benidorm, de Benidorm Feestweek. Ja. En als het een beetje mee zit, ga ik dat samen met Johan Flemings aan elkaar praten. Daar komen allemaal artiesten optreden. Dus ja, bij deze, als jullie dan ook weer eens een keer in de buurt zijn, kom er langs, hè. 29 november hebben wij het feest van Active Radio, wel hier gewoon in Nederland. Mocht jij dan in de buurt zijn, dan moet je even van elkaar onthouden, gaan we elkaar even helpen met bezoekjes aan feesten. Ja. Ja, nou dat lijkt me hartstikke leuk. Dat gaan we zeker weten doen, jongen. Hey, maar yes. Peter, even één ding. Ja. Als je terug gaat naar Spanje, ga je dan weer naar de caravan toe? Of? Dat is nog even. Oh god, er komt de AWB. Ja, die rijdt mij gewoon met een bloed. Hallo. Oh. Daar gaat de AWB. Hij rijdt me even voorbij gewoon. even wachten hoor. Ja, ik wil niks te doen, hij rijdt door. Wat was je vraag? Ja, of je nou weer terug gaat naar die caravan. Zit er al vooruitgang in met de huizen en zo? Ja, heb je misschien. Ja, nou goed, de huisjes komen natuurlijk vrij, dus we hopen dat we daar nu naar een huisje kunnen. Ja, is toch wel en, beter. Mocht het echt helemaal uitlopen tot 1 december, dan kunnen we wel weer naar de caravan. Maar we gaan ervan uit dat we 4 weken weer terug kunnen. Ja. Ja.
Ja, dat is daar mee. Ja, ik hoorde inderdaad een toeter. Ik denk, ja. Nou. Ja, dus, ik kom eraan. Dus, hartstikke goed. Hartstikke leuk allemaal. Ja. Hey. Ik denk dat we er maar een eind aan gaan breien dan. Succes nog even. Doe gewoon een lekkere dikke jas aan. En fijne avond nog voor zover het nou nog kan. En wij spreken elkaar over 2 weken weer. Tot dan. Dankjewel man. Ik wens jullie heel veel succes en tot over 2 weken. Tot over 2 weken. Doei. Hoi. Hoi. Zit die man ook niet echt mee, hè? Nee, dat is altijd wel even. Dat is wel leuk. Dit is Hey DJ. Hey DJ.